een succesvolle methode in de politiek om zelf geloofwaardiger over te komen is door juist de geloofwaardigheid en het imago van jouw politieke opponent aan te vallen. Hoe dat werkt en hoe jij deze tactiek zelf kunt inzetten in jouw dagelijkse praktijk, dat zie je in deze video. In de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen van 2021 is de VVD de te kloppen partij. 5 weken voor de verkiezingen staat de VVD met lijsttrekker Mark Rutte bovenaan in de peilingen. En dus zijn alle andere partijen op zoek naar een manier om daar verandering in aan te brengen. En een manier om dat te doen is door middel van de techniek van framing. Wat je bij framing doet, is dat je probeert een woord of een begrip te koppelen aan de lijsttrekker van een andere politieke partij, waardoor die lijsttrekker op een bepaalde manier in het licht wordt gezet die niet voordelig is. Succesvol voorbeeld hiervan was in 2006, toen het CDA het continu had over de bosbelasting. Wouter Bos was toen de lijsttrekker van de Partij van de Arbeid. En door continu te praten over de bosbelasting stond in het hoofd van de kiezer uiteindelijk Wouter Bos een beetje synoniem aan belastingen. Nou, en wie is daar nou enthousiast over? 2021 wordt dat weer geprobeerd met Mark Rutte. Kijk maar eens even naar de volgende video. Dit is de nieuwe Rutte-doctrine. De nieuwe Rutte-doctrine. We hebben hem gehad, we nemen er afstand van en we hebben hem opnieuw weer ingevoerd. Dus mijn vraag aan de premier is, neemt hij afstand van die Rutte-doctrine en krijg ik binnen 2 dagen hier volledig antwoord op? Of zijn we gek geworden? En deze premier heeft intussen de dubieuze eer dat hij een heuse doctrine op zijn naam heeft staan. Zorg dat je zoveel mogelijk kunt achterhouden, zorg dat er zo weinig mogelijk gecontroleerd wordt. Dat is de Rutte-doctrine. De Rutte-doctrine, een interessant frame voor de zittende minister-president. Maar ik vraag mij af of het wel zo'n slim frame is. Waarom? Omdat het woord doctrine in zichzelf niet iets negatiefs is. Dus als je niet goed bekend bent met het hele verhaal achter die Rutte-doctrine, dan klinkt de kreet Rutte-doctrine misschien zelfs best wel krachtig. Het is best wel een term die autoriteit uitstraalt. Kortom, ik denk niet dat dit frame succesvol gaat zijn. Wat kun jij daar nou van leren? Nou, mocht jij zelf een keer gebruik willen maken van de techniek van framing, kies dan wel een woord wat automatisch positief dan wel negatief klinkt. Dat is het succes van een frame. Dat het zonder dat je het inhoudelijke verhaal erachter weet, automatisch iets positiefs dan wel iets negatiefs uitstraalt. Maar framing kan ook nog veel subtieler en indirecter. Door op een bepaalde manier een positief beeld neer te zetten van jouw eigen lijsttrekker en bij hem of haar iets uit te vergroten, zeg je indirect het tegenovergestelde van jouw politieke opponent. Kijk maar eens even naar dit fragment waarin je zowel Sigrid Kaag als Wopke Hoekstra gepresenteerd ziet worden. Tijd voor een nieuw leiderschap. Met die woorden wil de kersverse D66-lijsttrekker Sigrid Kaag Mark Rutte gaan aflossen als premier na de verkiezingen. Het vergt moed om de draad weer op te pakken. Maar we hebben met elkaar de kracht om samen sterker uit deze crisis te komen. Nu doorpakken, want dit is het moment. Laat ik wat hier gebeurd is illustreren aan de hand van een historisch voorbeeld. Een voorbeeld uit Groot-Brittannië in 1945... waar Winston Churchill, de minister-president die glorieus de Tweede Wereldoorlog voor de Britten had gewonnen, in het jaar van het einde van de Tweede Wereldoorlog de verkiezingen verloor van de Labour-leider Clement Attlee. Waarom? Omdat de kiezer toe was aan een nieuwe periode en bij een nieuwe periode hoorde een nieuwe leider. Dat is eigenlijk een beetje de strategie die hier gebruikt wordt door Sigrid Kaag en ook in zekere zin door Wopke Hoekstra. Ze vallen de premier niet zozeer hard aan, wetende dat bij veel van de kiezers er best wel waardering is voor hoe Rutte de coronacrisis heeft aangepakt. Maar ze roepen meer het beeld op van een nieuwe tijd. We moeten straks door, Hoekstra heeft het over, doorpakken. We moeten iets nieuws doen, we moeten weer aan de slag in een nieuwe tijd.
En ook Sigrid Kaag heeft het over nieuw leiderschap, waarbij ze niet zozeer kritiek geeft op het huidige leiderschap, maar eerder ook uitstraalt een nieuwe tijd, dus een nieuwe leider. En als dat slaagt, als het je lukt om bij de kiezer dat beeld een beetje te plakken op Rutte van de leider die we nu 10 jaar gehad hebben, die het misschien best aardig gedaan heeft, maar ja, wil je er nog 4 jaar mee door? Als het lukt om die twijfel te zaaien, dan maak je best kans. Het risico van deze strategie is wel dat de kiezer wel dan bij jou, dus bij Sigrid Kaag, dan wel Wopke Hoekstra, ook het gevoel moet hebben dat je een serieus alternatief bent. Dus als je je presenteert als een nieuwe leider met nieuw leiderschap, dan moet de kiezer dat ook wel in zekere zin in jou zien. Dus dat is het risico van deze strategie. Wat kun jij je nu weer verleren voor de dagelijkse praktijk? Nou, bijvoorbeeld door in de toekomst als een keer een plan wordt gepresenteerd door een collega van je wat jij geen goed plan vindt, niet zozeer kritiek te leveren op dat plan, maar meer daarnaast een ander plan neer te zetten waarvan je denkt dat de andere deelnemers aan de vergadering daar heel erg enthousiast van worden. En door dat te presenteren leg je eigenlijk indirect bloot dat het plan van jouw collega wat minder sterk is. Je valt het dus niet aan, maar je zet er een lonkend perspectief naast. Heel veel succes hiermee. En mocht je nu overwegen jezelf verder te ontwikkelen op het gebied van spreek, argumentatie, vergadervaardigheid, download dan eens onze brochure hier onder deze video of kijk eens op de website debatinstituut.nl. Succes!